Zolland Sport nabeschouwing. Goedemiddag, Steven. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent een clubicoon in Deventer, heb ik begrepen, bij de cricket. Kun je ons eens omschrijven, wat is het spel cricket? heb je een half uurtje? Ja. Nee, dat, ja, is niet echt makkelijk uit te leggen. Nee. Het is wel, als mensen echt geïnteresseerd zijn, en ik geef een hoop clinics elk jaar, dan zeg ik altijd, joh, internet pakken. En opzoeken. Maar cricket is wereldwijd de tweede grootste sport qua beoefenaren. Je hebt voetbal op 1 en cricket op 2. En als je dat laatste hier in Nederland zegt, dan staan ze je aan te kijken van waar heb je het over? Ja. Wij hebben 5000, iets meer dan 5000 man die het doen, die het spelen. En dat is wereldwijd is dat heel klein. Er zijn ongeveer 110 landen waar cricket is. Maar we zitten bij de groep, zeg maar 13, 14 tot 16, 17. Omdat je verschillende spelvormen hebt, vandaar 13 en 17 en de ander. Dus we zitten tegen de wereldtop aan met 5000 man. En 5000 man, dat bedoel je mee in heel Nederland? Ja, dat zijn 5000 beoefenaren. We hebben een tijd geleden we wel eens richting 7, 8 gehad, 1000. Maar het is bijna steady op 5000, ja. Ja. Heeft dat ook misschien mee te maken met dat het dan ook zo ingewikkeld is? Ja, ik ben een keer in Nieuw-Zeeland geweest, een half jaar voor stage. En toen heb ik daar een keer een cricketwedstrijd gekeken. Toen gingen we ook met een aantal Nederlanders naartoe. Mooie sfeer in het stadion. Maar we zaten met z'n allen en we snapten er helemaal niks van. En toen dachten we van, we snappen het. En toen gebeurde weer wat anders en toen waren we het weer kwijt. Dus zou je misschien in het kort een beetje kunnen uitleggen wat de bedoeling is van het spel? Ja, het is een heel veel gehoord verhaal. En het is ook niet even 1, 2, 3 uit te leggen. Ik denk wel dat onze bond, de KNVB, daar blijkbaar nog steeds niet in geslaagd is. Om het in ieder geval begrijpelijker te maken. Er zijn via de website wel een aantal video's, korte video's. En dan krijg je een aardige indruk van wat het spel is. Ja, het is een slagspel en het heeft, en daar schrikken de mensen helemaal van, oorspronkelijk heeft het ook testmatches, bijvoorbeeld tussen Australië en Engeland, en die duren 4 dagen. En dan zie je de mensen al van, wat? 1 wedstrijd, 4 dagen? Maar goed, de laatste tientallen jaren is het naar 1-daagse wedstrijden gegaan, maar we hebben ook hele korte formats, waarbij je binnen 1,5-2 uur een hele wedstrijd hebt gehad. Dus het wordt wel moderner wat dat betreft, sneller. En ja, het spel begrijpen. Ja, ik zou de mensen zeggen, zoek wat video's op. Wat cricketvideo's en het liefst IPL, Indian Premier League. En dan zie je stadions met 60 tot 80.000 man. En dan zie je in zeg maar een kwartiertje zie je een samenvatting van een wedstrijd. En dan heb je wel een beetje een idee wat er gebeurt. Ja. Ik weet nog ook, toen ik in Nieuw-Zeeland was, toen had ik ook een begeleider en die zat ook op cricket. En die zei ook, en ik ben benieuwd of jij dat beaamt, het is heel erg een mentaal spelletje. Ook gewoon zeker als je dus die wedstrijd hebt van 4 dagen. Tussen de dagen door dat mensen echt elkaar ook proberen mentaal kapot te maken. Zie je dat ook zo? Ja, ik denk dat jouw begeleider daar het met juiste eind had. Je hebt het natuurlijk in allerlei sporten. Vooral als je teams hebt die tegen elkaar spelen, dan is het mentale aspect is absoluut heel belangrijk. En dat is bij cricket enorm. Enerzijds, hoe kun je druk leggen op je tegenstanders? En anderzijds, hoe ga je met druk om die op jou individueel, maar ook als team wordt gelegd? En we hebben met cricket wat voor mij altijd echt geweldig is geweest. Je hebt een sport waarbij je individueel enorm belangrijk kan zijn. Veel belangrijker dan 1 van de 11 voetballers, zeg maar. En individueel kun je wedstrijden winnen. Maar uiteindelijk, als team, als een team sterker is dan een team met 2 of 3 individuen, dan zul je vaak zien dat het team toch inderdaad wint. Dus het belang van individueel kunnen presteren en teamprestaties, ja, dat is een aardig iets voor coaches om daar een juiste tactiek op uit te stippelen. Ja.
Ik was wel even benieuwd, hè? Dave, is toch wel een beetje een cricketstad in Nederland? Hoe is dat zo ontstaan? Ja, het is ontstaan bij de Koninklijke UD. En dat is de eerste vereniging die begon met cricket. Dat zie je overigens met heel veel verenigingen, hè? Ik bedoel, wij zijn echt een voetballand. En Vitesse, Ajax, noem het maar op. Die hebben allemaal vroeger ook cricketafdelingen gehad. Of zijn begonnen met cricketafdelingen. En UD Deventer is begonnen in 1875. En je kan in de geschiedenis ook zien dat je in zeg maar de eind 19e eeuw en de begin 20e eeuw, dus rond 1910, 1920... waren er heel veel cricketverenigingen. Er waren 120 cricketclubs. In Friesland had je er 5 of 6 bijvoorbeeld. En dat is al lang niet meer. En die cricketopkomst die is volledig ingehaald door voetbal. Ja. Hier in Deventer kreeg je op een gegeven moment ook dat Go Ahead en het voetbal heel belangrijk werd. En het voetbal heeft het cricket volledig voorbij gestreefd. Wat je nog wel ziet is dat heel veel van de grote verenigingen, en dat is niet bij ons in Deventer, maar in het westen van het land, daar zijn het omniclubs met een voetbalafdeling en een cricketafdeling. Ja, ja, precies. Wat je wel vaker ziet inderdaad. Ook met andere sporten waarin dat natuurlijk wordt gecombineerd. En is dat dan ook de reden voor jou geweest om afgelopen week dan ook de noodklok te luiden? Nou, ik ben vanaf mijn 17e, 18e zat ik bij het Nederlands elftal. En ik heb daarna ook 24 jaar Nederlands elftal gespeeld. Ik ben in de begin 80e jaren was ik de eerste bondscoach van Nederland. En het was heel amateuristisch in die 70er, 80er jaren. En vanaf de eind 80er jaren, 90er jaren hebben we echt een flinke opmars weten te maken wereldwijd. Vandaar dat we nu bij tegen de wereldtop aanschurken. En de ontwikkelingen, en dat is mijn interview geweest, de ontwikkelingen die er nu zijn, die zijn best zorgelijk. Die zijn niet alleen nu hoor, je ziet dat wel meer, zo na een paar jaar zie je dat terugkomen. En voor mij, en laat ik het daar maar bij houden, en dat zie je soms bij andere bonden ook, dan zie je ineens een berichtje in de krant dat er dat er een bestuur opstapt of weet ik het allemaal. Of mensen werkelijk met de sport bezig zijn of met zichzelf. Dus ego speelt vaak een wat dubieuze rol. Dat is vaak de vraag. En dat is nu bij ons, bij de Cricketbond, is dat absoluut ook het geval. En vandaar dat ik dacht van, oh, we moeten nu echt oppassen. Ja. Want op het moment dat je nu de aansluiting met die wereldtop gaat verliezen, dan ben je voordat je het weet, ben je echt niet 1 of 2, maar dan ben je 5 stappen achteruit. En dat ga je ook niet even herstellen. Ja, en als het jou lag, hè, hoe zou het dan verder moeten met de cricket in Nederland en met de cricketbond? Nou, we zijn op zich op de goede weg. Het is alleen, en dat is wennen voor een hoop mensen. Kom je hè, uit die 60er, 70er, 80er jaren uit een heel amateuristische wereld, waarbij het eigenlijk zoiets was van, ach, het is wel goed zo. En we keken enorm op naar Engeland. En ach, dat waren de grootmachten. En als je dan ambities hebt en je steekt je nek uit, dan toen was het ook van, nou, laten we nou maar normaal doen. Maar ja, je ziet, als je gewoon ambities hebt en gewoon niet alleen daarover praat, maar het ook invult, dat je gewoon dingen waar kunt maken. Dus dat je bij een wereldtop kunt komen. En ja, nu hebben we dus een situatie waarin er best nog wel een redelijk deel van ons cricketwereldje eigenlijk heel conservatief en heel erg op de stoel zit van, jezus, wat doen wij daar? En je hebt, als je tegen de wereld op aanschurkt, heb je toch wel een professionele instelling nodig. Ja. En die is er, maar het is een beetje vechten tussen het amateurisme en degene die graag professioneel bezig zijn. Ja, het is dus eigenlijk een beetje de vraag hoe het dan in het bestuur verder gaat, ook de komende periode.
Ja, en voor degene die het interview gelezen hebben, is het vrij duidelijk. Ik bedoel, ik heb daar ook niet moeilijk om gedaan. De huidige voorzitter is iemand die in mijn ogen dus echt gewoon met zichzelf bezig is. En verkoopt een hele hoop hete lucht en weet ik het allemaal. Maar er zijn nu al zoveel handen vol feiten waar het gewoon dreigt fout te gaan. En wat mij betreft, en ik zie ook best veel mogelijkheden om nog nieuwe mensen in het bestuur te krijgen hoor. Mensen met kwaliteit, prima. Maar momenteel zijn er een aantal mensen gestopt in het bestuur vanwege deze man. Ja. En dat zijn mensen met een hele hoop kwaliteiten die ook bij de ICC, de International Cricket Council, goed aangeschreven staan en dus dicht bij het vuur zitten. Ja, we zijn het ons niet makkelijk aan het maken, laat ik het zo zeggen. Nee, de onvrede werd inderdaad wel duidelijk uit het artikel. Wat denk jij, waar staat cricket in ons sportlandschap over 5 à 10 jaar? Ik zou haast zeggen, we hebben straks een AOV aanstaande dinsdag. De bekende Zoom-AOV. Ik denk en ik hoop dat er in de komende, misschien niet 2 dagen, maar laten we dan zeggen 2 weken, een aantal zaken heel duidelijk worden. En dat er vanaf dat moment, weer gezamenlijk vooruit gekeken wordt. En dat er constructief gedacht wordt. Je kan wat dat betreft een heel klein beetje de parallel met corona en onze maatschappij pakken. Het is, we hebben een absolute dreiging van polarisatie en tweede samenlevingen en dat soort zaken. Ja. En laten we in godsnaam in dat cricketwereldje positief denken en met zoveel mogelijk mensen gewoon een duidelijk doel voor ogen hebben. En als ik het dan toch probeer jouw vraag te beantwoorden over 5 jaar, als het goed gaat nu, als we deze crisis goed doorkomen, dan spelen wij over 5 jaar nog steeds in die range van de beste 12 tot 18 landen. En dat zou enorm mooi zijn, want we hebben onder het Nederlands elftal hebben we een aardige groep met absoluut talenten van tegen de 20 en begin midden 20. En ik weet zelf uit ervaring dat je via dit spelletje gewoon de hele wereld rondreist en enorme mooie ervaringen op kunt doen. Ja, eigenlijk zonder dat het dat de hele sport een beetje onder te lijden heeft. Terwijl het eigenlijk een beetje met het bestuur te maken heeft. Het is een beetje, ik vind het een beetje jammer eigenlijk. Ja, het legt natuurlijk, als je in een sportbond stront hebt, dan legt dat altijd een beetje een smet. En wij liggen momenteel ook echt bij de ICC, het internationale orgaan, lig je gewoon onder een vergrootglas. En dat is nooit goed. Want die kijken het even aan en die hebben zo in de range van 12 tot 25 op de wereldranglijst, hebben die een hoop van die aanstormende landen. En dan zijn wij er één van. En als we op een gegeven moment echt denken van, ja maar luister, weet je, gaan jullie eerst je zaken nou maar eens goed op orde brengen. Dan, dat is dat risico, dan donder je in één keer naar beneden. En je krijgt veel minder geld van de ICC. Je kunt dus veel minder mensen aantrekken om aan de basis te werken. Het is een risico wat door sommige mensen onderschat wordt, denk ik. Ja. Ik wil jou danken, Steven, dat je even bij ons in de uitzending wou komen. Ik hoop dat het allemaal goed afloopt met cricket in Nederland. En dat er in ieder geval dat het ook goed gaat. En de algemene ledenvergadering voor aankomende week. Hopelijk daar ook positief nieuws. Ik wil je in ieder geval danken dat je aan de telefoon wou komen. En een hele fijne zondag nog gewenst verder. Hey, dankjewel. Graag gedaan en een prettige zondag.